vandaag de Musical Awards. Een spannende avond voor je. Nou, wel een relaxte avond, want het is nu mijn eerste jaar dat ik gewoon heerlijk in de zaal kan zitten en helemaal niks hoef te doen. Ik ben natuurlijk genomineerd voor Mary Poppins als beste musical, maar dat is toch meer een groepsding. Dus het is niet echt individueel. En ik zou het echt gek vinden als we hem binnenslepen, want we hebben er echt keihard voor gewerkt. Ja, dat is altijd wel een happening. Ik vind het altijd het leukste happening van het jaar of zo. Allemaal collega's kom je weer tegen en het is spannend en het is glamour. Ja, het is leuk. Ja. Onwijs veel zin in. Ja, ik heb, het is de 6e keer dat ik het mee mag maken en dit is eigenlijk wel een bijzondere avond. Ja. Hoe schat je je kans in? 25%, ja. 50-50. Ik denk wel dat ik dit jaar iets heel goeds heb neergezet, maar de meiden of de dames in mijn categorie hebben dat allemaal gedaan. Dus ik heb geen idee waar het... Dat blijft altijd lastig. Ik bedoel, ik denk dat het publiek ontzettend genoten heeft van Mary Poppins. Maar Soldaat van Oranje was natuurlijk wel erg geweldig, hè? Dus ik denk dat het tussen die twee heel spannend wordt. Maar ja, wie weet gaat Petticoat of Lacage of Vol er wel mee vandoor. Ja. Kijk, je wil, als je genomineerd wordt, wil je winnen. Punt. Ik ga daar niet blasé over doen, dat is nou eenmaal zo. En als ik dan toch moet verliezen, en hoe goed ik ze alle drie vind, dan vond ik in. Vanavond de eerste keer dat John Kruijkamp er niet bij is, hoe is dat voor je? Ja, dat is natuurlijk best een beetje raar. Maar de man heeft een mooie leeftijd bereikt, heeft mooie dingen gedaan, heeft een mooie carrière gehad. En ik denk dat het ook wel vanavond voor de eerste keer een bijzondere lading zal geven dat hij er niet is. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Het is een soort eerbetoon ook wel dat hij natuurlijk naar de Musical Award niet voor niks naar hem zijn vernoemd. Nou, ik zag net zijn zoon lopen en toen moest ik wel even aan hem denken. Dat het natuurlijk heel erg jammer is dat hij er niet bij is. En, maar ja, aan de andere kant, je ziet het leven gaat gewoon door. En Ja, ik ben begonnen bij John Kruijkamp. Ik heb een rolletje overgenomen in de Sunshine Boys 10 jaar geleden. En dat was wel heel bijzonder, want hij is wel echt een vakman. En lastig. Het is zo iemand die als hij opstaat, gaan 6 mensen zijn jas halen. Hoeft hij niet om, weet je, ik weet niet, zo'n iemand. En op toneel zei hij ook, als je nou dit en dat zo meteen doet, krijg je een hardere lach. En dan ging hij in de coulissen staan en dan deed ik dat. Ik kreeg een harde lach. En... Nou ja, hij was natuurlijk altijd wel een soort van boegbeeld. Dat zal hij altijd blijven. Alleen het was natuurlijk wel fantastisch dat die man er ook altijd bij was. En helaas nu niet. Maar goed, zijn naam en zijn sterrenstatus leeft gewoon heerlijk voort met deze prachtige awards. Dat is hartstikke leuk.